Welkom bij weer een nieuwe video. Deze video die gaat eigenlijk alleen maar over mij. Als je dat niks interesseert, dan kun je nu wegklikken. Als je dat wel interesseert, hartstikke leuk. Blijf dan even kijken. Deze video maak ik omdat ik 1000 abonnees heb behaald. Ik zeg eigenlijk ik, maar het is eigenlijk we natuurlijk. Ik vind het echt super tof. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat er zoveel zouden worden in zo'n korte tijd. Dus iedereen die is geabonneerd en nog steeds kijkt natuurlijk. Super tof. Echt gaaf. Ik heb hier op mijn telefoon, ik heb natuurlijk tijdens de 800 abonnees video heb ik gevraagd of mensen wat dingen over mij zouden willen weten. Nou, ik heb wat berichtjes gekregen, ik heb wat privéberichtjes gekregen, wat via Facebook, Instagram, noem maar op. Dus ik ga mijn telefoon erbij pakken en ik ga gewoon beginnen. En de eerste vraag is, wat doe je voor werk? Ik plaats systeemwanden, die zal ik even in beeld laten zien, want dat zegt jullie waarschijnlijk niks. Daarnaast doe ik natuurlijk personal training, dat doe ik hier thuis in mijn eigen huis en in het tuinhuis. Dat doe ik helaas niet fulltime, dat doe ik in mijn weekenden, avonduren. Voor de rest, daarnaast doe ik eigenlijk niks. Ik heb geen online business, ik heb geen ander werk of weet ik veel wat. Want dit, heel dit YouTube gebeuren en alles, dat is eigenlijk het enige wat ik heb in mijn leven. Klinkt best zielig, maar dat is eigenlijk al mijn vrije tijd. Dus ja, daar heb ik het simpelweg gewoon te druk voor. Ik hoop natuurlijk dat dat ooit nog eens een keer switcht van banen. Of dat in ieder geval 50-50 of iets dergelijks wordt. Want ja, dit is, zoals jullie weten en begrijpen, is dit natuurlijk gewoon mijn passie. Nummer 2 is, welke opleidingen heb je gedaan? Korter de bocht, geen. Ik ben begonnen met fitnessinstructeur, oftewel fitvak A. Daarna personal trainer, oftewel fitvak B. Dat zijn eigenlijk de Nederlandse standaard opleidingboeken, standaard opleidingen. En die ben ik eigenlijk gestart. En ik had ze eigenlijk al helemaal voltooid. Dan heb ik cursusdag gehad, 3 cursusdagen, praktijkdagen, etc. En toen moest ik onverwachts een paar honderd euro betalen. En dat had ik eigenlijk op dat moment bijna niet. Ik zat eigenlijk nog een krap. En ik heb wat geld geïnvesteerd in het tuinhuis voor allerlei trainingsmaterialen natuurlijk. Dat heeft serieus geld gekost. En toen had ik dus de keuze van, oké, maak ik de opleiding af of investeer ik het allemaal in trainingsmateriaal. Dus toen heb ik eigenlijk al mijn geld gewoon in trainingsmateriaal geïnvesteerd. Omdat heel veel mensen het eigenlijk toch niet interesseert wat je van opleiding hebt. Zolang je maar gewoon goed bent in het ding wat je doet. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat je voor de rest niet door moet leren. Het NASM-boek, dit is best wel een leuk verschil vind ik altijd. Als we hier... Tenminste, personal trainer, fitness trainer is dit. En NASM is het Amerikaanse, Amerikaanse personal trainingsboek. Dit is het verschil. En dit is het verschil. Hier staat, voor de mensen die wat meer willen lezen, wat meer willen weten, best veel informatie in, best veel nuttige informatie. En daarnaast heb ik beneden natuurlijk ook gewoon een hele boekenkast vol met verschillende boeken en internetartikelen, etc. Dat moet je natuurlijk altijd blijven lezen en altijd jezelf bij blijven scholen. Op welke leeftijd ben ik begonnen met trainen en wanneer raad ik het aan? Wanneer het aanraad, gewoon vanaf een jaar of 16, dat is eigenlijk niet een vraag die in deze video thuis hoort. Wanneer ben ik begonnen? Toen ik ongeveer 20, 21 jaar was. Dat is een paar jaar geleden. De volgende vraag was, hoe oud ben je? Ik ben 26. Dat was een paar jaar geleden, dus zeg 5 jaar, 6 jaar geleden of zo. Toen woog ik 93 kilo. Ik dronk ongeveer per weekend iets meer dan een kratje bier, een stuk of 35 biertjes of zo. Verdeeld over vrijdag en zaterdag wel. Daarna ging je lekker dronken naar buiten toe. En dan ging je eigenlijk lekker een kapsalonnetje kopen. En iedereen kent het eigenlijk wel, wat standaard gebeuren, standaard uitgaansleven natuurlijk. Wat je doet als je wat jonger bent. Lang verhaal kort. Toen woog ik dus 93 kilo en toen begon ik met afvallen. Het standaard verhaal wat iedereen altijd doet, je begint met 1000 calorieën te eten, gaat niet goed. Je gaat daarna wat meer in verdiepen, je gaat alleen maar meer sporten, je gaat leren over voeding. Je koopt je eerste setje dumbbells, noem maar op. De eerste halfjaartje klooi je eigenlijk maar een beetje wat aan en gaat alles eigenlijk niet zoals je had gehoopt. En dan kan je of afhaken of zeg maar doorleren. En toen ben ik zeg maar door gaan leren, waarom lukken dingen niet en ga je fouten oplossen, noem maar op. Dan ben ik van 93 kilo naar 73 gegaan, of 70, zo ongeveer, 20, 23 kilo eraf. Dat zag er eigenlijk helemaal niet uit, maar op dat moment was ik tevreden en dacht ik van, weet je, wat ik doe werkt. En daar was ik best blij mee. En achteraf kijk je eigenlijk van, dat ziet er eigenlijk niet uit.
Dan ben ik daarna weer doorgegaan, ben ik iets meer gaan eten. Dat je eigenlijk in ieder geval weer jezelf eigenlijk normaal kan laten tonen. Dat je tenminste een beetje toonbaar bent. Daarna heb ik een huis gekocht. En daar ben ik zeker een jaar, 6,5 jaar aan het verbouwen geweest. Dat brengt heel veel stress met zich mee. Ben je echt 7 dagen per week aan het werk. En je gains, gewoon niks, nul, nada, noppes. Helemaal niks opgeschoten, want ja, het huis moest af. En je hebt geen tijd om op je voeding te letten. Ik trainde wel gewoon 3 keer in de week, maar je was zo verschrikkelijk moe dat het eigenlijk allemaal helemaal geen nut had. En noem maar op, ja, en nou ben ik 26, ben ik dus eigenlijk 5 jaar zo plus minus ben ik verder. Nummer 4, 5 is mijn favoriete muziek. Ik heb niet zozeer echt favoriete muziek. Daft Punk vind ik goed, Amy Winehouse vind ik goed. Ik hou van klassieke muziek, tijdens het trainen hou ik van rockmuziek. Ik hou van dance, Martin Garrix, noem maar op. Eigenlijk echt letterlijk alles wel. Het is eigenlijk niet echt een muzieksoort waar ik zo specifiek een hekel aan heb. En de laatste vraag die ik waarschijnlijk nog heel vaak ga krijgen. Waarom ben je niet gespierd? Zoals merendeel van de mensen wel weet. Je wordt met plus minus 8 tot 12 reps word je gespierder. En als je ergens tussen de 1 à 5 reps doet, word je sterker. Dus in ieder geval het tweede uiteinde. En van natuurlijk werkt het ook vice versa. Je wordt van 12 ook wel sterker. Maar als je het optimaal bekijkt, gaan we tussen de 1 tot 5 herhalingen. Ik sport omdat ik dat leuk vind. En de manier van trainen hoe je sterker wordt, vind ik nou gewoon leuker. Ik vind als ik bijvoorbeeld 3 herhalingen maak en die haal ik net, heb ik het idee van oké, ik heb echt mijn best gedaan. Dat zegt natuurlijk helemaal niks, want met 12 herhalingen of 8 herhalingen kan je ook alsnog hartstikke erg je best doen. Wat ik zeg, eigenlijk om... Ik wil niet mensen beledigen of als een enorme lul uit de kast komen, maar wat iemand anders van mij vindt, kan me eigenlijk echt helemaal niks interesseren. Dus ja, als iemand mij niet gespierd vindt of weet ik wat, ja, I don't give a shit. Echt niet, maakt mij niet uit. Ik vind het wat leuker om sterker te zijn en eigenlijk gewoon een wolf in schaapskleren te zijn, zeg maar. Dat als mensen me aankijken van, sport jij? Ja. Ik ben niet zo lang bezig zeker, zo te zien. Nee, ik ben niet zo lang bezig of zo, maar ja, ik squat wel 200 kilo. Haal ik nog niet hoor, daar niet van. Nog net niet. Maar ja, weet je, dat vind ik best wel grappig om te doen eigenlijk. En ja, na verloop van tijd zal ik heus wel gespierder worden als ik mezelf ook tenminste genoeg voeding geef om gespierder te worden. Want ik train nu gewoon op onderhoud. En daarbij komt, op dit moment train ik voor powerlifting. Niet zozeer voor een wedstrijd of iets dergelijks, maar ik doe gewoon aan powerlifting omdat ik dat nu leuk vind. Maar dat kan altijd nog switchen. Ik heb wel zitten denken aan wat meer strongman natuurlijk. Omdat ik vooral mijn materialen, als jullie mijn schuur hebben gezien in sommige video's, veel van mijn materialen zijn strongman gericht. Ik vind die trainingen ook leuk van om te geven. En een bodybuilding training, ja, is ook wel leuk, maar op dit moment niet echt. Waarom ben ik dit eigenlijk allemaal gaan doen? Omdat ik vind het gewoon het leukste aan het heel fitness gebeuren, is om andere mensen te helpen. Ik vind het leuk als iemand anders zijn best doet en iemand anders daar voldoening uithaalt. En als die persoon dan mij bedankt, ja, dat is natuurlijk gewoon het mooiste wat er is. Als ik door middel van mijn hobby slash werk eigenlijk andere mensen kan motiveren, ja, dan, ja, wat is er mooier als dat? Als laatste, ja, wil ik zeggen, gewoon nogmaals bedankt. Er worden ook vragen gesteld van waarom upload je niet meer video's per week. Die video's die ik maak, die zijn informatief. Sommige kosten best veel onderzoek, best veel werk. Om alles te bewerken, om alles netjes vloeiend te vertellen. Om altijd recht in de camera te blijven kijken, et cetera. En ja, met mijn hele drukke leven eigenlijk met 2 banen met YouTube kom ik er gewoon niet aan toe om meerdere video's per week te maken. Ik zal niks beloven, maar ik wil in de toekomst wel wat meer dan 1 video per week gaan maken. Misschien een vraag van de kijker. Ik heb echt een hele lijst opgeschreven met vragen van jullie. Dat ik misschien wat kortere video's kan maken waarbij ik gewoon recht in de camera praat zonder het al te veel te bewerken, zeg maar. Als er nog vragen zijn voor de rest, weet je, stel ze gewoon. Als ik, weet je, jullie kennen me, ik reageer op alles. Als ik niet reageer, dan is het altijd wel even een duimpje omhoog of iets dergelijks. Dan noteer ik hem gewoon. Ik zou zeggen, tot volgende week.